Via deze video kan je zien hoe je symbolen kan toevoegen in Word. De eerste is een interessante voor als je wiskundeoefeningen wil maken. Als je bovenaan klikt op Invoegen en dan helemaal rechts bij de groep Symbolen klikt op Vergelijking, dan kan je hier een vergelijking, een wiskundige vergelijking toevoegen. Bijvoorbeeld, ik wil de stelling van Pythagoras toevoegen. Dan verschijnt die hier. Waarom verschijnt die daar? Omdat mijn cursor daar stond. Ik ga even terug ongedaan maken en ik ga het hier achteraan zetten. Ik ga terug even klikken op invoegen, vergelijking en dan deze. En dan heb je hier de stelling van Pythagoras. Ik had die uiteraard ook gewoon kunnen intypen, maar dankzij deze vergelijking kan je ook een heleboel andere symbolen, wiskundige symbolen toevoegen. Bijvoorbeeld, ik wil hier nog een wortel toevoegen, dan klik ik hier. Ik kies bijvoorbeeld, ik hou het makkelijk, ik kies voor deze wortel. En dan ga je in dit geval zien dat je deze wiskundige vergelijking krijgt. Voor de. Oefening die je moet maken voor informatica heb je geen wiskundige vergelijking nodig. Dus ik ga dit ook eventjes terug verwijderen. Wat we wel gaan doen is een gewoon symbool invoegen. Dus we klikken opnieuw op Invoegen en we kiezen nu voor Symbool. En dan zie je hier de symbolen die ik het laatst gebruikt heb op deze computer waarmee ik nu deze video opneem. Het kan dus zijn dat als jij dit doet op jouw computer, dat je hier bovenaan andere symbolen ziet staan. Als je een symbool zoekt. En het symbool staat niet in deze lijst. Dan klik je op meer symbolen en opent dit venster. Via dit venster kan je meerdere symbolen. Als je de lijst naar boven bekijkt of de lijst een beetje onderaan bekijkt, kan je meerdere symbolen zien. Maar er zijn er nog veel meer. Als je bij een lettertype een ander lettertype kiest, dan krijg je vaak dezelfde tekens, maar in een ander lettertype, uiteraard. Maar in diezelfde lijst staat ook of staan ook de Wingdings. En wingdings zijn symbolen, in dit geval een telefoontje, een handje, een smiley, die je ook kan gebruiken in je tekst. In dit geval wil ik gebruik maken van de telefoon, deze hier. Dus ik klik op invoegen en opsluiten. De telefoon staat nu mee in de tekst, net zoals alle andere letters. En dit gedraagt zich ook zoals een andere letter, met enig verschil. Dat als je een ander lettertype kiest, de telefoon er wel hetzelfde blijft uitzien, maar wanneer je de lettergrootte aanpast in dit geval ga ik ervoor zorgen dat deze laatste zin, bijvoorbeeld, um, de grote 20 krijgt dan zie je dat ook de telefoon groter is geworden. Net zoals de grote kan je ook de kleur aanpassen. In dit geval kies ik voor een rode tekst en tegelijkertijd zie je ook dat de telefoon in dit geval rood geworden is.